tussen Rijn en Wierken. Een talkshow over lokale onderwerpen die ook u raken. Uw gastheer Henry Stoldijk. Dag, in deze editie van Tussen Rijn en Wierken praten we met Ali Kersbergen, de drijvende kracht achter Kapsalon Alice. Hartelijk welkom, mevrouw Kersbergen. We houden het even makkelijk. Ali en Alice, wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, dat is in 1975 begonnen, zeg maar. Toen begon ik voor mezelf. En in die tijd was alles een beetje op de Engelse toer. Ja. En ja, Kapsalon Ali, dat vonden we toch wel een beetje te simpel. En het was overal hairstyling en hair. En alles was met haar werd hair, want haar was te gewoon. Ja. Dus toen dachten we, we maken er hairstyling van. Maar hairstyling Ali, dat was natuurlijk... Dat klinkt ook niet. Nee. Dus toen hebben we dat maar verengelst. Ja. En toen is het hairstyling Alice geworden. En dat is zo gebleven? Ja, dat is hele lange tijd gebleven. En een aantal jaren geleden vonden we eigenlijk dat dat de lading niet meer dekte. Omdat dat inmiddels Alice het bedrijf... Alice niet over het eerste woord. Nee, de hairstyling niet. Nee. We hebben natuurlijk zo'n 20 jaar geleden zijn we begonnen met huidverzorging erbij. Ja. Dus toen kwam een schoonheidssalon erbij. We hebben inmiddels pedicure erbij. Kijk, u houdt van hele grote stappen. Wellness. Ja. Gauw veel vertellen. Ja. Laten we het een beetje rustig aan doen. Maar u bent zelf wel Ali blijven heten. Ja. Want dat vond u niet te simpel. Nee hoor. Dat mag. Gewoon, toch? Gewoon. Ja, ik ben, nou, dat ben ik gewoon. Ja. Dus. Sinds wanneer bent u in Bodegraven actief? Vanaf 1975. Ja, daarvoor? Want hoe word je kapper? Hoe word je kapper? Ja, ik zat in middelbare school en toen had ik al zoiets van... Ik ben wel een beetje een mensenmens. Ik vind het leuk om met mensen bezig te zijn. Ja? En iets met mensen te doen en voor mensen te doen. Ja. Dus ja, dan kom je in dat... In die sector terecht, daar had ik wel iets mee. Ja. Dus ik ben toen een opleiding gaan doen in Leiden. En ik ben in Woerden gaan werken destijds. Ja. En na een jaartje of vijf had ik zo het idee dat ik dat zelf wel op een leukere manier kon doen. Ja, want dat denk je dan. Ja. En dan doe je dat. En dan begin je 1975 voor jezelf. Dat klinkt altijd heel eenvoudig. Het zijn hele stappen. Hè? Ja. Dat betekent wel dat u bijna 40 jaar bestaat, geloof ik. Hè? Ja. Komt in zicht. Gaat u dat zo 2015. Doen? Ja. Dan is het, dan zal het feest worden, want dat is het absoluut, ook zo. Absoluut. Ja. En dan denk je ook alweer, daarna komt 50 jaar, gaat u dat zelf nog meemaken? Of is het dan inmiddels iemand anders in uw zaak werkzaam? Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Niet over nagedacht nog? Nee. Geen toekomstperspectief? Nou ja, het zou op zich wel kunnen, denk ik. Ik ben zeker niet van plan om binnen nu en zeg maar 5 jaar te stoppen. Nee. Om een kleine 10 jaar door te gaan, sowieso. Sowieso. Dus misschien gaat die 50 nog. Dat zou best kunnen, ja. Nou telt dit mooie dorp heel veel kapsalons of hairstylings of welke naam men ook hanteert. Excuus. Telt heel veel kapsalons of hairstylings, hoe je dat ook wenst te noemen. Ja, Hoe vindt u dat de uwe zich onderscheidt? Ja, door het aanbod, denk ik, en de kwaliteit. Door het aanbod van uzelf, bedoelt u? Het aanbod van behandelingen wat wij doen en de specialisaties. Ja. We hebben best wel wat specialistische dingen in huis. Ja, u begon in het begin al heel makkelijk te vertellen over de uitbreidingen die u heeft gedaan. Het begon met hairstyling en dat mag je ook gewoon knippen noemen, of is dat te simpel? Nee, dat is wel iets uitgebreider. Ja. Wat is dus, dan, knippen, wat gebeurt dan meer? Kleur, watergolven? Ja. Dat, gebeurt dat nog? Watergolf gebeurt met name in de seniorensector, zeg maar. Ja. De jongere mensen vinden dat natuurlijk niet meer zo leuk, dus daar wordt veel gefeund. Ja. Maar er wordt ook heel veel met kleurtjes gewerkt. Ja. Vroeger deden we veel permanente. Ja, dat is eigenlijk bijna... Allemaal voorbij? Ja, nou niet voorbij, maar wel op een heel laag pitje. Ja. En er wordt nu veel gekleurd. Veel mensen willen... Geen grijze haren. Precies, geen grijze haren. Ja, of iets anders, of iets spectaculairs. Dat is hairstyling. En moet je dan kijken naar de mensen? Past dat op de persoon? Is dat uw toegevoegde waarde ook wel? Nou ja, als iemand iets uitkiest of iets wil waarvan wij denken... ja, dat gaat toch niet helemaal matchen met de persoon die eronder zit... dan proberen we toch door middel van een advies te zeggen van... nou, misschien kun je beter wat rustiger aan beginnen. Of misschien dat zou wat beter passen. Of die kleur die... past niet zo goed bij je huid. Of... Ja, voorzichtig altijd waarschijnlijk. Ja. Nou, kijken of mensen daar een beetje naar willen luisteren. Ja, zeg maar. We hebben het over de hairstyling gehad en u noemde net al de andere activiteiten. Er is van alles aan toegevoegd. Ja. Brandt u nu maar eens even los. Nou, de huidverzorging, hè, dat is natuurlijk
de huid is het grootste orgaan wat we mensen hebben. Ja. Dus daar is heel veel aan te doen. Maar dat noemt u dan niet skincare of zo, om het ook een beetje spannend te maken. Dat heet gewoon huidverzorging. Ja. Ja. Dat mag. Dat mag, ja. Oké. Okay. Ja, en hoe voeg je zoiets toe? Want u zegt 20 jaar geleden zijn we daarmee begonnen. Waarom doe je dat dan? Denk je, we moeten uitbreiden, we moeten meer service bieden, we moeten meer klanten bieden? Ja, meer toewerken naar een totaalconcept. Dus dat zijn mooie woorden altijd, hè? Een totale verzorging van, wij noemen het nu van top tot teen. Ja. Dus dat je zegt van, met name in het gezicht, de huidverzorging van het gezicht is heel actueel. Ja. Er komen heel veel overgevoeligheden voor. Mensen met allergieën of met eczeem. Waar we dan gericht advies voor kunnen geven. En vroeger was dat niet? Of wordt er nu beter advies gegeven? Dus de laatste jaren wel wat toegenomen. Ja. Ja? Mensen meer met dat soort klachten geconfronteerd? Mensen meer met overgevoeligheid te maken krijgen. Ja. En wij kunnen daar heel gericht advies op geven. Ja. En we kunnen het ook heel goed behandelen. Ja. Nou, dat is mooi. Ja. Maar dat is uw zaak. Dat is mooi. U heeft een mooie zaak. Waarschijnlijk hele vaste cliëntelen, want zo heet dat, denk ik. Ja, maar ook wel, er komen ook regelmatig nieuwe mensen bij. Ja? Ja. Er valt ook wel eens iemand af dan. Ja, dat gebeurt ook natuurlijk. Ja. Als mensen eenmaal op leeftijd zijn en dan of niet meer kunnen komen, of naar een verzorgingshuis buiten de plaats gaan, of wat dan ook. Ja, of mensen gaan verhuizen door middel van andere baan of iets. Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde is, u doet meer dan alleen uw eigen zaak. U bent ook betrokken bij de BOV, de Bodegraafse Ondernemersvereniging. Ja. Heel actief geweest of nog steeds heel actief? Ik heb vroeger een aantal jaren in het bestuur gezeten. Ja. En nu op dit moment al een aantal jaren gewoon lid. Ja. Ja. Is het belangrijk zo'n BOV in zo'n gemeenschap als de onze? Ja, vind ik wel. Want? Ja. Nou, als we met z'n allen het dorp een beetje leefbaar willen houden en aantrekkelijk winkelgebeuren willen hebben. Ja. Ja, dan zal ook het aanbod van winkels gevarieerd moeten zijn. En de bereikbaarheid. Ja. En dan komen we op het woordje parkeren. Dat is natuurlijk haast iets niet omheen wat, in dit mooie dorp. Echt super. Ja. Super goed geregeld of juist niet? Nou, een beetje, ben ik nog een beetje zwak. Ja? Ja, dat kan beter. Ja? Ja. In het algemeen, laten we voorzichtig weer langs dat pad gaan. Hoe is het ondernemersklimaat volgens u in het algemeen in het dorp? Wordt het beter, slechter? Het is moeilijk voor veel ondernemers op dit moment. Het is op dit moment echt heel hard werken voor heel veel mensen. Om het hoofd boven water te houden en je klanten over de drempel zien te krijgen en vast te houden. Ja. Ja. En dat is de economische situatie zoals het in heel de wereld geldt. Ja. Internet rukt op natuurlijk. Ja. Is denk ik een grote concurrent ook van de ondernemers hier. Ja. Ik denk dat je met kwaliteit en service... Echt je eigen richten op je klanten. Ja. Dat de eisen zijn die je nu in het vuur moet hebben. Ja, voor u is het iets anders. Want je moet, als je knip wordt, moet je naar een zaak toe. Dat kun je via internet doen. Hè? Dat scheelt dan wel weer misschien. Ja. Maar de verkoop van artikelen die u in uw zaak heeft. Ziet u daar ook een verschuiving in? Dat mensen toch meer op internet gaan kopen? Nee. Maar u zegt, u merkt dat niet echt. Het is voor u geen grotere concurrent. Nee. Maar gaan we weer terug naar het ondernemersklimaat. Hoe werkt u samen met elkaar als ondernemers om dat klimaat gezond te houden of te maken misschien? Nou, we proberen wat sfeerelementen in het dorp te brengen waar mogelijk. Hè. We zijn nu bezig met feestverlichting weer voor de feestdagen. Voor de donkere dagen van Kerstmis. Voor de donkere dagen wat activiteiten te organiseren. We hebben 2 oktober jongstleden hebben we in het Evertshuis een fantastische ladies night gehad. Ja, en dat heeft ze ook met elkaar georganiseerd. Ja, daar was schoenenwinkel van Verkeken deed mee, Shoeby, Ellens, De Egel, Doorduinmode. Gewoon echte Bodegraafse bedrijven zijn echt, en we hebben met elkaar die mannen kennen ze allemaal hun mode, de kleding. En wij hebben de haren en de make-up verzorgd, zodat iedereen er netjes bij liep. Ja. En dan probeer je ook het Bodegraafse te promoten, zeg maar. Dat je kan laten zien met elkaar. En we zullen met elkaar... het publiek moeten overtuigen dat je eigenlijk in Bodegraven alles kunt kopen. Ja, en lukt dat ook, heeft u de indruk? Komt zo'n boodschap over? Ja. Ik moet zeggen dat wel goed werkt. Ja, het wordt weer drukker in het centrum, moet ik dat begrijpen? Nou ja, ik kan natuurlijk niet voor iemand anders spreken, maar wij hebben wel een bepaalde stabiliteit wel in huis. Ja. Ja. U sprak net heel voorzichtig al over het parkeren. Dat duidt op samenwerking met de gemeente.
Ja. Bent u daar tevreden over als ondernemer in het algemeen? Als ondernemersvereniging? Ja, ik vind dat het beter kan. Ja. Ja. Ik vind dat er, dat er plaatsen weggaan, zoals wat in de Kerkstraat gebeurd is. Ja. Ja, het is op zich qua straat wel gewoon heel mooi geworden. Ja. Het is alleen een beetje veiligheidstechnisch heb ik zoiets van, ja, waar is de rijbaan? Waar moet je fietsen en waar mag je lopen? Ja. Want veel mensen denken nu dat je overal mag lopen, maar ja, die auto gaat er door de week toch wel doorheen. Ja. Zou je dat helemaal moeten verbieden dan maar? Ja, gewoon, ja? Is dat dan de oplossing? Ik denk het niet. Nee. Nee. Nee, want er zijn natuurlijk ook mensen die afstanden niet kunnen lopen als ze naar een bepaald bedrijf willen. Ja. Dus dat is dan weer een handicap. Ja. Dus ik zou er toch wel voor pleiten om zeg maar in de Kerkstraat sowieso 1, 2 of 3, zeker voor minder valide parkeerplaatsen te maken. Dat oudere mensen die afstand niet kunnen lopen naar een bepaalde winkel daar toch in de buurt kunnen komen. Dat klinkt mooi, maar je hebt in heel veel winkelcentra kun je lang niet tot voor de deur komen. Nee. Hoe erg is dat? Dan moeten mensen 2 minuten lopen, want veel meer is het toch ook niet? Nee. Is dat nou echt zo erg? Ja, als je gezond bent niet. Nee. Alleen als je wat minder goed ter been bent, dan is het wat lastig. Ja, en u vindt dat dermate belangrijk dat het voor u ook een onderwerp is om terug te brengen? Ja, ik vind het wel een onderwerp om te bespreken. En ik vind eigenlijk ook wel dat we nog wel wat meer parkeergelegenheid aan de rand van het centrum zouden moeten hebben. Ja. Dat is eigenlijk toch onvoldoende als ik 's morgens om 8 uur... aankom bij de kerk, zeg maar. En dan staat het daar gewoon vol. Ja. En dat zijn echt geen auto's van winkeliers of van winkelende mensen. Want die zijn er dan nog niet. Nee. Maar dat zijn gewoon auto's van mensen die daar allemaal wonen. Alle mensen die in het centrum wonen ergens. Ja. Die moeten ook hun auto kwijt. Ja, maar die gaan weg. Als het goed is naar het werk, is er weer plek voor anderen. Nou, niet allemaal. Nee. Maar het is ook wel opvallend dat winkeliers ook wel makkelijk in het dorp parkeren. Een van de klachten van het gemeentebestuur is dat veel ondernemers hun auto ook in het centrum neerzetten waar hun klanten zouden kunnen staan. Ja. Is ook zo, toch? Ja. Waarom lost u dat niet op? Ik heb mijn auto altijd buiten beeld staan, hoor. Ja, dichtbij. Maar praat u daar met elkaar over als ondernemers? Ja. En het parkeren is een steeds terugkerend issue. Gaan we nog veel over absoluut, horen. Ja, absoluut. En het is toch nooit goed, zeggen we dan ook. Nee. Eén ding nog. U heeft zelf weer flink geïnvesteerd. U bent een ondernemer met lef. 2 jaar geleden, denk ik alweer, bent u verhuisd. Kapsalon en de schoonheidssalon, zou ik zeggen. Opnieuw ingericht. Ja. Helpt dat? Want u bent toch... Absoluut. Ja. Dat is een dappere stap, toch? In een tijd waarin het economisch niet meezit. Ja. Vindt u dat er voldoende wordt geïnvesteerd door ondernemers? Ja, het is een kwestie van hoe zie je jezelf in de markt? Hè? Zie je dat zitten en heb je de mogelijkheden om dat te doen? Ja. En niet iedereen durft het, maar het zou denk ik wel beter zijn. Als iedereen weer wat ging doen. Als er wat positiever en enthousiaster... Er zijn een aantal die het wel doen, maar er zijn een aantal die het nog niet op de rit hebben staan. Of niet rond kunnen krijgen, want dat is natuurlijk ook... Je kunt het wel willen, maar het moet natuurlijk ook worden. Financieel haalbaar zijn. Hè? Dat, maar voor u zelf zegt u, het was weer een goede stap voor ons. Ik heb absoluut geen seconde spijt van gehad. Nee. En het voordeel wel dat we alles op 1 etage hebben. Ja. Wij zitten nu met alles op begane grond. En dat werkt voor onszelf een stuk efficiënter. En de klanten hoeven dus niet meer een trap op. Nee. Wij hadden dus het beautygebeuren en de pedicure zat op de 1e etage in het andere pand. Ja. Ja, en dan merk je toch dat zo'n trap een belemmering is. Ja, voor die... Ja, dat blijft zo. Ja. Ja. Nou, en u heeft het gedaan. Ja. Dat is een mooie stap geweest. Ja. Veel succes. We gaan op weg naar het 40-jarig jubileum. Absoluut, ja. Dat, nog 2 jaar, dus er moet tussendoor nog veel gebeuren. Veel water door de Rijn, maar het komt goed, denk ik. Fijn dat u hier wilde zijn. Positief in. Ik denk dat dat het mooiste is waar je mee kunt afsluiten. Bedankt. Ja, okay. U bedankt voor het kijken. En volgende week zijn wij terug met een nieuwe aflevering van Tussen Rijn en Wierike. Tot ziens. Wie zijn er de volgende keer te gast in Tussen Rijn en Wierike? Neemt u de uitnodiging aan en zit u binnenkort bij ons aan tafel? U ziet het allemaal in een volgende aflevering van Tussen Rijn en Wierike bij TV Bodegraven.